stuntere nieuwe omgeving, althans voor ons. Fijn dat u alweer aanwezig bent om met elkaar te genieten van deze dag voor de radioamateur. Een bijzondere dag, omdat we nu in een nieuwe locatie zitten. We hebben de Amerika-hal in Amerika of in Apeldoorn moeten verlaten, omdat het gebouw dicht zou gaan ten gevolge van een nieuwe bestemmingsplan. Maar deze week kreeg ik te horen dat het gebouw er nog gewoon staat. Ja, daar kon ik ook niks aan doen, maar goed, het is niet. Ook burgemeester van Zwolle, de heer Anker. Welkom in Zwolle. Ik vind het ontzettend mooi dat de Vereniging voor Radio en Zendamateurs is neergestreken in Zwolle, in de IJssel. Maar er is mij ook vandaag iets anders gevraagd. Dat komt omdat ik hier niet alleen namens de gemeente Zwolle sta. En heel erg opletten en kijken, dat kunt u niet zien. Maar ik heb een burgemeestersketting op. Dat heb ik niet bij elke opening om. Maar ik heb ook niet het wapen van de gemeente Zwolle voor ons. Ik heb namelijk het wapen van het Koninkrijk voor. En dat is omdat wij vandaag ook iemand een onderscheiding mogen uitbrengen. Dus dat is iets bijzonders. En daarom is ook mij gevraagd om daar vandaag namens de koning het woord voor te voeren. Ik wil heel graag iemand toespreken, wiens naam al is gevallen, en dat is de heer Sterlies, die het voor de mensen met wie u heeft samengewerkt heeft gehad. Mag ik u de onderscheiding geven, koninklijke onderscheiding van lid, Loren van Rangenas. Wilt u naast het spel onder het spel gaan handelen? Mag ik zo deze nemen? Ik mag u van harte feliciteren. Dank u wel. En daarmee is mijn werk klaar, maar wel. Oh nee, dat is nog helemaal niet klaar. En nog een enorme bos bloemen, ja, hier is namens de gemeente Zwolle, alstublieft. Ja. Maar wellicht dat u ook zelf nog ja, woorden aan toe hoort. Ik wil dat graag even. Ik ben natuurlijk uit als vraagstuk, dat is duidelijk. Want dit had ik natuurlijk absoluut niet verwacht. Het is wat jullie ook een echte verrassing. Ik dank iedereen die daar aan meegewerkt heeft. Ik kijk de schulden aan. Maar ik ben natuurlijk heel blij om het te stellen. Die hele podium. Ik zal vandaag het woord geven, maar ik vind het belangrijk dat er nu een paar bekenden voor je zijn. Och. Daarom had je zoveel lunchbonnen nodig. Zoveel lunchkaarten nodig. We konden het niet vertellen. Dank je. Graag gedaan. Dank je. Dat is een grote verrassing. Ja. Officieel. En namens het hoofdbestuur van de Veerhonden kan ik je zeggen dat je dit hebt verdiend. En ik spreek de felicitaties ook uit namens alle bezoekers die de afgelopen jaren de Dag van de Radioamateur hebben bezocht. Meer dan 20 jaar zet jij je in voor de Nederlandse radioamateurs bij het organiseren van zowel de Dag van de Radioamateur als de radiomarkt te Rosmalen. Dames en heren, werkt het? Als u hier in de zaal zit, heeft u het gemerkt. De dag voor de radioamateur is een eindje naar het noorden gegaan. Van Apeldoorn naar Zwolle. Als we nog iets verder naar het noorden gaan, komen we in Groningen uit. Daar wil ik deze considerant graag beginnen. In Groningen staat inmiddels al ruim 400 jaar een universiteit. Het was de derde universiteit van Nederland, na Leiden en Vlaardingen, tussen 300 en 3000 MHz, dan tussen 0 en 30 MHz. Het spiegelt zich in een steeds dichter wordend netwerk van zendmasten. Was voor de AM-radio één zender genoeg om heel Nederland te dekken? Voor FM en televisie was een dozijn masten nodig. En tegenwoordig staat haast op elke straathoek wel een zender voor mobiele telefonie. Speelt de benodigde bandbreedte wel weer een rol, net als bij de professionals. Zo'n televisiesignaal is immers breed. Het past net in de 70 centimeter amateurband, maar dan krijg je wel klachten van andere amateurs die op dezelfde frequentie met satellietraad helpt en veel in elektrons schrijft over zijn ervaringen. Het stichtingsbestuur heeft deze voordracht dan ook gaarne overgenomen.
Dan wil ik nu graag het woord geven aan de voorzitter van het Wetenschappelijk Radiofonds VEDER, mevrouw Françoise Kosters. Zij zal u gaan onthullen wie tot radioamateur van het jaar 2017 wordt benoemd. Van het amateur 2017. De amateur van het jaar 2017 is een zelfbouwer, publiceert veel over zijn eigen ervaringen in de Electron. De amateur van het jaar 2017 is geworden Rennie de Leeuw, PE1 ASH. Ik verzoek meneer de Leeuw naar voren te komen. U weet van niks, maar we zullen het uitleggen. U weet van niks? Ik heb hem zojuist bekendgemaakt. U bent de amateur van het jaar 2017 geworden. Ja. Met onder andere Scouting Nederland. Remy Denker gaat dat even inleiden. In mijn speech heb ik gehad over Scouting Nederland en ik wilde op dat moment niet uitweiden wat de bedoelingen zijn. Maar in de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er van de zijde van de Veron, maar ook van de zijde van een beter omlijnde samenwerking. Niet dat de samenwerking slecht was, maar om een aantal projecten, waaronder de voorbereiding van de IOTA, efficiënter te laten verlopen. We zijn ook overeengekomen dat de Dag voor de Radioamateur een uitstekende gelegenheid is om de overeenkomst te tekenen. Waarvan achter. Mappen meegeven voor het hoofd. Ah, ja, oké. Dank u wel.